Welkom bij Monumenten in Wageningen. Ik sta hier op het kasteelterrein aan het Boluspark. Achter mij bevindt zich het oudst gebouwde monument van onze stad. De gewelfkelder van het kasteel van Wageningen. Het was de hertog Karel van Gelre die in november van het jaar 1500 een groot stuk land kocht aan de zuidoostkant van onze stad. In de 30 jaar die daarop volgden liet hij een kasteel met torens, een binnengracht en een aantal gebouwen bouwen. Twee van deze gebouwen zijn duidelijk zichtbaar op deze kaart van Van Geelkerken uit het midden van de 17e eeuw. Rechts het Bussenhuis en links het Brouwhuis, welke voorzien was van een kelder. Deze kelder staat vandaag centraal in de aflevering van Monumenten in Wageningen. In het bouwcontract uit 1526 stond dat het huis stenen gevels moest krijgen en een overwelfde kelder waar men in bakken en brouwen kon. En met een waterput die zowel voor het werk in de kelder als in de keuken daarboven gebruikt kon worden. Ene gewulfde kelder der men in de bakken in het brouwen mag, in daarinnen eine putte die men in den kelder in daarboven in de keuken gebruiken mag. Of men het daadwerkelijk heeft gebruikt om te bakken en brouwen, is niet met zekerheid te zeggen. Het is denkbaar dat het gebruikt is voor de opslag van bijvoorbeeld biervaten. Sasa, wees wakker, gij vrolijke lui, schuimt niet voor kannen en glazen. Sta vast in deze vochtige bui, ik moet dit al samen gaan azen. Eerst naar deze fluit, heel zuivertjes uit, tot willekomst van de bazen. Tijdens de restauratie van de kelder in 2011 kwamen een paar interessante details aan het licht. Zo werd duidelijk dat de kelder van oorsprong groter is geweest. Achter een keermuur met steunberen uit de 19e eeuw bleek een aanzet aanwezig te zijn van een derde gewelf. Ook een doorlopende tegelvloer sluit aan bij deze gedachte. Om deze situatie goed in beeld te brengen is de nieuwe gemetselde zuidmuur zodanig naar achter geplaatst dat er nu goed zicht is op zowel de aanzet van het gewelf als op de doorlopende vloer. Vanaf de 19e eeuw gaven bewoners van Villa Vada, het huidige museum de Kasteelspoort, de kelder de functie van ijskelder. Vandaar dat de kelder van buitenaf overdekt is met aarden. Tijdens de werkzaamheden in 2011 werd een gootje ontdekt, die voor de afwatering van het zweldwater moest zorgen. Om dit gootje weer zichtbaar te maken, is een deel van de keermuur met steunberen afgezaagd. Verder is bij de restauratie van de kelder rekening gehouden met de vleermuizen die er overwinteren. Op advies van de zoogdiervereniging hebben zij een invliegopening in de vernieuwde toegangsdeur gekregen en is de vochtigheid relatief hoog gehouden. Helaas, ik ga dit mooie pareltje vandaag weer sluiten. Wilt u nou zelf toch ook een keer dat monument bezoeken? Houd dan de lokale media in de gaten. Wie weet wordt het met Open Monumentendag wel weer geopend. En tot die tijd kunt u natuurlijk altijd Museum de Kasteelspoort bezoeken of een van de vele publicaties over dit pareltje lezen. Hoi!